Missa nato Vatica Tevu, Missa nato Vatica Tevu, Tica Tevu, Vatica Tevu. Die naam zegt jullie Mishnah en Talmud. Talmud wel in de Mishnah. Er zijn 6 delen in de Mishnah. Dat is tot een eind werd gekomen in het jaar 200. Commentaren, dat was blijkbaar nog niet duidelijk. Eén van die volumes gaat volledig over vrouwen. De mannen vinden dat wel altijd grappig om te weten. Allemaal wat je met de vrouw moet doen. Eén ging over de feesten, een andere gaat over de zaden, over landbouw. Allemaal praktisch, want het Jodendom is eigenlijk niet een geloof, is hoe moet je deze wereld doorkomen, zo goed mogelijk. Nu, dat was nog niet zo duidelijk, en daar waren dan nog eens commentaren op, en dat is wat we noemen de Talmud. Dat zijn 500 tot een eind werd gekomen. En religieuze Joden bestuderen echt allemaal de Talmud, en dus dan heb je een tekstje Mishnah, met daar rond zo allemaal Hebreeuws, en dat is de uitleg de Talmud. In de 16e eeuw leefde Jozef Caro in Spanje. Ik kan daar een kaartje zien dat hij overal heeft gezeten. Hij was op de vlucht. En hier in Spaat, hieronder, die hier langs gekomen, toen al naar Abu Hak gingen, zou hij zijn pen vastgenomen hebben en met goddelijke inspiratie geschreven hebben. Eigenlijk een eindwerk op al die mondelinge Torah, en dat is de Shulchan Aruch. Dat is in de 16e eeuw. En een orthodoxe Jood leeft volgens dat boek dat door Jozef Caro is geschreven. Vandaar dat het zo'n belangrijke figuur is. Ook de Sefardische synagoge, hebben we al gezegd, de Ark. Wat hier ook opvallend is, is dat je in die kast daar ziet dat oude geschriften
Oude Bijbelse teksten worden nooit weggegooid. Dat kan je niet doen. Dat moet begraven worden. Een geniza. En dat is zo een voorbeeld van een geniza. Hier zien jullie de lima, waarop een meest, de torenrol, die zit altijd mooi ingevuld in zo'n kapsel. Ja, daar heb je boeken, onder andere de Talmud, Mishnah. En dat is ook zo'n beetje. En de vrouwen zitten daar. De vrouwen zitten daar achter. Ach, dat is gek. Ja, achter dat gordijn. Achter dat gordijn. De vrouw heeft eigenlijk helemaal geen deel eraan. Dat is. Hallo! Moeten we eruit? Ik ga maar niet vergeten te vermelden dat die man ook een winkeltje heeft. Als jullie toevallig iets zien, is hij ook blij, maar je hoeft niet.